Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Belastingdienst biedt hulp aan kleine ondernemers met Sashuba. Nieuwe ambassadeur voor Argentinië resideert in Suriname. En ondernemers getraind in EU-labeling en packaging. Sashuba is een gratis service van de Belastingdienst waarbij kleine ondernemers worden geassisteerd bij het invullen van hun belastingaangifte. De assistentie is vooral bedoeld voor kleine zelfstandigen die niet zelf hun belastingaangifte kunnen opmaken en indienen. Van 2 april tot en met 30 april 2024 kan men gebruik maken van de Self-Assessment System Hulp bij Aangifte, meer bekend als Sashuba. Om meer te weten te komen over deze dienstverlening sprak de Communicatiedienst Suriname Safir Yamin, waarnemend hoofd Relatiebeheer en Bestanden. Dit is bestemd voor een bepaalde doelgroep. De mensen die hier terecht kunnen zijn dus de kleine ondernemers. We denken dus dan aan de marktcenters, bijvoorbeeld degene die aan het pand verhuurt. Daarna hebben we de remigranten, degene die dus een remigratieuitkering geniet of een AOW-uitkering. Maar dan hebben we ook de loontrekkers, die een hypothecaire lening hebben of studerende kinderen op een beroepsopleiding, maar ook degene die dus niet kunnen lezen of schrijven. We hebben dus enkele locaties waar dus de belastingplichtigen terecht kunnen. We hebben dus het Centraal Belastingkantoor, het Belastingkantoor te Nikeri en het Belastingkantoor te Komowena. Deze zijn dagelijks van de hele maand, van maandag tot en met vrijdag, van 8 tot 1. Dus de periode 2 tot en met 30 april. We hebben dus ook in het district Wanica, op DC Wanica Zuidoost. Deze zijn dus op 2, 9, 16, 23 en 30 april. En op DC Wanica Noordwest, deze is op 4, 11, 18 en 25 april. We hebben ook de Saramaka aan de Sido Dadiweg, nummer 745, op 11 en 25 april. De loontrekkers die moeten dus meenemen een loonopgave van het desbetreffende jaarlijkse aanvragen, de specificatie van de bank, een hypothecaire uittreksel. Als ze studerende kinderen hebben, moeten ze van de opleiding, net wel, het moet een beroepsopleiding zijn, moeten ze dus van de schoolverklaring meenemen en de kosten die zijn gemaakt. Voor de kleine ondernemers moeten ze dus specificatie meenemen voor wat betreft hun kostenplaatje, winst- en verliesrekening. En voor de remigrant die een uitkering genieten, moeten zij dus hun specificatie meenemen van SPD. De inkomstenbelastingformulieren die worden bezorgd op het adres die ze hebben aangegeven, maar het kan ook zo zijn dat ze hun formulieren niet hebben gehad. Dat mogen ze dus ook ophalen op de aangegeven locaties en nu kunnen ze het ook downloaden. Kunnen ook op de Facebookpagina van de Belastingdienst, daar staat dus alle informatie wat men moet meenemen. De locaties zijn ook aangegeven waar de belastingplichtigen terecht kunnen. Indrawati Ramisar is de nieuwe, niet-residerend, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname bij de regering van de Argentijnse Republiek met residentie Paramaribo. Zij is op donderdag 4 april 2024 in deze functie door president Chandrika Persat Santokki beëdigd. De diplomaat
maakt zich sterk voor het verdiepen van de dynamische en bilaterale relatie tussen Suriname en Argentinië. Het zit zo, ik zal waarschijnlijk eerst mijn geloofsbrieven moeten aanbieden. En mijn standplaats is dan geen Argentinië. We hebben geen ambassade daar. Het zal van hieruit moeten gebeuren. Dat betekent dat ik dus netwerken, Zoom-vergaderingen en dergelijke zullen er moeten zijn. Waarop ik me eerst zal focussen. Daar waar de infrastructuur in het voordeel van Suriname is. Want we zitten wel steeds, ze zeggen we willen handel bevorderen, investeringen en dergelijke. Maar naar mijn mening zouden we eerst met simpelere zaken moeten beginnen. Culturele uitwisseling, waarbij de bevolking elkaar leert kennen. Je leert elkaars kookkunst, elkaars tradities kennen. Dan ontstaat er een vertrouwdheid. En met die vertrouwdheid kun je weer op hogere niveaus komen om samen te werken. Wij zullen zeker ertoe overgaan om een ambassade in Argentinië op te zetten. Maar zoals onze financiële zaken er nu voor staan, is het budget er niet. Maar het zal wel met de tijd komen. Het buitenlands beleid van onze regering is mede opgericht om de banden met de bevriende landen verder te versterken en te verdiepen. En als instrument daartoe is het van belang om diplomatieke vertegenwoordigers aan te stellen en met voldoening heb ik net beëdigd mevrouw Indrawati Asharamezer tot niet-residerend, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname bij de Argentijnse Republiek met als standplaats Paramaribo. Als niet-residerend, buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Surinaamse Republiek heeft u, mevrouw Remisser, zich eraan gecommitteerd als vertegenwoordiger van Suriname de belangen van Suriname en haar onderdanen te behartigen. U zal op een proactieve manier moeten meewerken aan de bevordering van de vriendschappelijke betrekkingen tussen Suriname en Argentinië. Voorts zal u investerings- en handelsmogelijkheden van Suriname op diverse fora uitdragen en investeerders aantrekken. Dit ter ondersteuning en het realiseren van de nationale ontwikkelingsdoelen. Binnen het kader van Zuid-Zuid samenwerking is het belangrijk om de bilaterale relatie met Argentinië, die dateert vanaf 1977, uit te bouwen tot wederzijds voordeel. Dit zal onder meer zijn weerslag moeten vinden in het initiëren dan wel voortgaan van partnerschappen op diverse gebieden. Denk hierbij aan landbouw en veeteelt, uitwisseling van wetenschap, kennis en technologie, technische samenwerking op het gebied van agrocultuur en het bevorderen van handelspartnerschappen. Indachtig de herleving van het regionaal integratieproces op het Zuid-Amerikaans continent, waarbij een belangrijke rol weggelegd is voor Argentinië, zal met uw aanstelling het politiek overleg en dialoog met Argentinië kunnen worden geïntensiveerd. Suriname en Argentinië zijn op 23 juni 1977 diplomatieke betrekkingen aangegaan. Als niet-residerend ambassadeur wil ik voortbouwen op deze basis en onvermoeibaar werken aan het verbeteren van de samenwerking op gebieden van wederzijds belang, zoals handel, investeringen en culturele uitwisseling. Ik ben me ook terdege bewust van de uitdagingen die ons te wachten staan, omdat diplomatie vaak een complex en veeleisend vakgebied is dat geduld, doorzettingsvermogen en een niet aflatende inzet voor dialoog
en begrip vereist. Een van die uitdagingen als niet-residerende ambassadeur betreft het effectief aangaan en onderhouden van persoonlijke contacten die cruciaal zijn in de diplomatie, als ook de uitdagingen in termen van onderhouden van regelmatige communicatie en op de hoogte blijven van relevante ontwikkelingen in het land. Wees ervan verzekerd dat ik volledig ben voorbereid om deze uitdagingen aan te gaan, geleid door de principes van diplomatie, respect en samenwerking. Het onderdirectoraat Interne Markt van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, EZ, heeft in samenwerking met het Surinaam Standaardenbureau, SSB, wederom een EU-labeling en packaging requirement voor Cariform exporters training verzorgd. Het doel van de training is om de exporteurs en potentiële exporteurs bewust te maken van de vereisten voor verpakking en etiketering bij het exporteren naar de Europese Unie. Ongeveer 22 deelnemers hebben meegedaan aan deze driedaagse training die op 26 maart van start is gegaan. Op 5 april 2024 hebben de participanten een certificaat van deelname ontvangen. Vandaag zijn er 22 certificaten uitgereikt. Ik wil ook daarbij aangeven dat bij de registratie van de trainingen we 27 registraties hadden. Maar vanwege redenen hebben de overige ondernemers niet geparticipeerd aan de training. Of ze hebben het verplichte percentage aan aanwezigheid niet gehaald, waardoor zij dus geen certificaat krijgen uitgereikt, maar het is een policy van het ministerie en ook van Standaardenbureau dat wij die ondernemers de gelegenheid bieden om op de volgende training een inhaal te doen. De training houdt in en de titel geeft het dus al aan: EU Labeling and Packaging Requirements for Cariform exporteurs. De training houdt in dat de ondernemers informatie krijgen waaraan de etiketteringsvoorwaarden moeten voldoen wanneer ze richting export gaan, maar ook waaraan de verpakking moet voldoen, aan welke EU-standaarden. Er wordt ook informatie verschaft over certificering. De ondernemers krijgen ook informatie over business intelligence tools. Dus het is eigenlijk een heel pakket aan informatie met betrekking tot de export. Deze training is natuurlijk heel erg belangrijk voor Suriname, omdat het een capaciteitsversterking is naar de ondernemers toe. En hiermee willen we een bijdrage leveren om aan exportbevordering te doen, om ondernemers te stimuleren, om meer te gaan exporteren, naast het produceren voor de lokale markt. Een Cariform exporteur, de naam zegt het al, is iemand die naar de Cariform regio exporteert. Dit is een van de beginstappen die wij nemen om te voldoen aan de standaarden. Natuurlijk, internationale standaarden zijn verschrikkelijk hoog. En dat is ook de reden waarom wij, het Surinam Standaardenbureau, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, dan deze stap heeft ondernomen. Om onze ondernemers te coachen en ook te begeleiden richting export. Betekent het dat de ondernemers hierna meteen zullen exporteren? Nee, sowieso niet. Zij hebben natuurlijk nu de tools gehad om na te gaan als hun producten voldoet aan de etikettering en verpakkingsvereisten. En natuurlijk waar het niet voldoet, moeten ze eerst aanpassen. En zodra dat zover is, dan kunnen wij wel gaan richting export. Het gaat gewoon over het algemeen binnen de EU, omdat de EU over het algemeen dezelfde vereisten heeft. Dus wij hebben ons meer gefocust op Nederland, omdat Nederland een van onze meest bekende plaatsen is. Maar dezelfde regels gelden binnen het volledige EU.
Wij bieden een coaching traject van een jaar. Dus wij zullen dan de ondernemers die nog niet voldoen aan de eisen, dan voor een jaar begeleiden. En met de hoop natuurlijk dat ze binnen een jaar wel zover zijn om te kunnen exporteren. We zijn van Willensberg, handel met L. Willensberg NV. En we produceren whippy pindakaas. We hebben verschillende varianten, 6 varianten. Classic crunchy hot. En we hebben dus ook een frosting, een special edition. En we hebben een suikervrij en zout en suikervrij. Wel, we vonden het belangrijk dat ons etiket voldeed aan de standaarden van Suriname. Maar speciaal ook voor het exporteren naar het buitenland. En dat we dus al die normen goed in zicht hebben op onze label. En vandaar dus dat we ook die speciaal die designer van ons hebben meegestuurd om deze training te volgen. Ja, we op het ogenblik naar Frans-Guyana, maar we exporteren ook naar Barbados al, maar vanwege de pandemie was het even gestopt, dus nu gaan we het weer opstarten. We hebben ook geëxporteerd naar Nederland en dat gaan we ook weer beginnen en naar Frans en naar Guyana. De training was zeer leerrijk. We hebben wel heel veel informatie gehad binnen 3 dagen, maar ze geven ook een coaching traject, wat ik heel goed vind. En ze staan open voor correcties, dus ik vind het al in al een hele goede training. Wel dat we strikt letten op de regels van Europa, dat we goed exporteren en kwaliteit kunnen leveren. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.